Mijn soldeerbout is aan het opwarmen. Vandaag ga ik een poging doen om met de OBD-connectors eigenlijk een verbinding te maken met de Zero. Dus dit is een standaard OBD-2 Bluetooth-ding. Maar ik ga gewoon dit gedeelte, dus de pin echt ervan gebruiken, de pinnetjes, de connector echt. Dus ik ga dit er gewoon afsolderen. Ik geloof op pin 5, ik heb het online gevonden, op pin 5 was de grondpin, dacht ik, dat is deze als ik me niet vergis. En op de laatste pin, maar kijk, die is zelf niet verbonden op dit bordje. Deze pin hier, die is daar afgeknipt. Je kunt dat niet goed zien waarschijnlijk. Op die laatste pin zit dan de TX of de RX en dan waren er, dat was nog de pin 9 zeker of zo. En dan nog de 5 volt, maar die 5 volt heb je zelf niet nodig. En dan heb je zo'n USB naar TTL bordje nodig. Ik heb er hier een paar. En dat zijn een paar verschillende opties. En daarop zit dan ook zo die, hier kunnen dat zien, die RX en TX. Die twee heb ik nodig. En die grond. Maar je kunt ook gewoon, als je dan toch alleen de connector nodig hebt, je kunt ook gewoon de connector kopen. Die zal misschien zelf nog goedkoper zijn. En ik denk zelf dat ik... Als ik dat een klein beetje aanpas, ja, dan kan ik daar zo'n ding zelf in verwerken. Ik heb snel eens getest op de Mac en hier deze kan ik aanspreken. Dat is het voorlopige resultaat. Ik moet in principe geen drivers of zo installeren. En dan de baud rate van... Dat moet ik zelf even zien op de... Hier op de... Dus de pinnen. Ah ja, 115.200 is de baud rate voor de SRF. Voor andere modellen heb je andere baud rate, dus het is belangrijk dat je de juiste baud rate gebruikt. En dan zou je moeten een lijst krijgen van de beschikbare commando's en het commando wat ik nodig heb om die status te krijgen is denk ik BMS interface. Ik ga zien wat er gebeurt. Ja, ik heb het net ook allemaal nog in de behuizing gestoken, dus we zullen eens testen en hier is dan gewoon, hier dus dat stuk plastic moet eraf, dat is gewoon een dopje. En die connector, zo. En dan de USB naar de computer. En dan de enige tool waar ik voorlopig succes mee gehad heb voor de verbinding, is met de Arduino IDE, daar heb je een serial monitor. Dus dat is dan, bij mij is dat die DEV-CU. .usb serial -0001 en dan de baud rate voor de laatste zeros, de SRF en de SRS, is dat 115.200. En dan is het een kwestie van bij de motor het contact op te zetten. En dan zou ik eigenlijk al... Ja kijk, dan zie ik al allemaal berichten verschijnen. Er wordt van alles gelogd. Hè. Maar eigenlijk het belangrijkste om te weten, hier kan ik van boven dan een commando typen en verzenden. Dat was help als commando. Ja, zijn mijn lichtjes zichtbaar? Dat wil ik nog zien. Ja, kijk, ik kan de lichten goed... Dat zijn de controle LEDs van de USB naar TTL converter eigenlijk. Dus dat is het. Daarmee kan ik dus aan de computer eigenlijk van de motor verbinden en gegevens uitlezen.